Voor de mensen die dan hier allemaal aankomen en die meer dan 55.000, waar jij het over hebt, gaat de NPO iets goeds doen? Want daar zitten wij natuurlijk vuistdiep in, die NPO. Hè? Wij zitten dan, wij luisteren mee met wat daar gebeurt. Dus de primeur is dat daar een apart kanaal komt voor vluchtelingen. Ja, vanaf 1 april moet dat de lucht in. Ze hebben je bij de neus, man. 1 april. Ja, nee, het is geen grap. Er komt een apart kanaal voor vluchtelingen. Dat heet Netvlucht. Netvlucht. Netflix, maar Netvlucht. Ze zijn er nog niet. Of net in Nederland. Maar dat is heel grappig. En wat ze daar gaan doen, is materiaal ondertitelen voor de mensen die hier binnenkomen. Om hen kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur, met alle gebruiken. Maar alle programma's? Nee, daar moet erbij worden aangetekend. Je hebt het dan vooral over bijvoorbeeld het NOS Journaal, de Keuringsdienst van Waarde. Programma's die redelijk netjes zijn. Dat is echt selectie. Het is een selectie aan de poort. Dus de publieke omroep gaat beslissen hoe Nederland eruit ziet. Hoe Nederland eruit ziet en wat goed is voor die mensen. Dat zijn ook de echte letterlijke woorden. Dus onze vraag bijvoorbeeld, waarom bijvoorbeeld geen spuiten en slikken? Of programma's die uit de kast van Arie Boomsma. Nou, we hebben toevallig een compilatietje gemaakt waaraan je kan zien van hoe het dan volgens ons zou moeten. Je hebt Facebook en Twitter, selfies daar. Dat zijn altijd hele vrolijke selfies. Iedereen van, ja, kijk, ik ben hier, kijk, ik ben daar. En ik wilde een wat completer beeld geven. Ja, ja. Nee, ik mag niet wetsen, mijn excuses uit. Ik zal voor straf me laten pijpen door de meiden van Halland. Waarom had je de behoefte om ons te beleven? Ja, ik vond het grappig. Je vond het grappig en dacht, ik doe het gewoon even. Ik zeg even wat... Ja, ik moest een lied schrijven, dus ja, ik moest daar staan. En die kou en het regende ook nog keihard. Ja, maar wacht even. Je moet wel met iets leuks komen. Laat over zich lopen. En ik doe het niet meer. En dat is waar ik die zetels vandaan haal. Want dit land is het zat. Ze zat. Meneer Cox, de serie van u van toen was gelukkig heel gewoon. Ja. Waarom spelen er geen Marokkanen in? Nou, in die tijd waren er in Nederland helemaal nog geen Marokkanen. Vandaar dat het ook heet, toen was geluk heel gewoon. Nu je toch met je vinger in zijn handen zit, even de vraag, wat kost dit? Vanaf 150 euro. En die liefde werd zaterdag weer volop gedeeld op de zonovergoten Canal Parade. Hij ging echt alle kanten op, links, rechts. Er was weinig gevoel, weinig sparkle. Ja, Joeri, op deze manier is het dan wel een goed initiatief? Het is ook een buitengewoon selectieve selectie natuurlijk. Maar het gebeurt op de... Kijk, bedoel, voor de mensen die het overigens niet geloven... Het is ook echt een rapport, net in Nederland. Kosten, opstartkosten en eerste jaar erbij hebben we het gelijk over 500.000. En wat jij zegt van ja, dit is ook een selectie. Tuurlijk is dat zo, maar laat een brede selectie zien van programma's. En laat iedereen... Maar een themakanaal, daar gaat toch geen hond thema, kijken? Een themakanaal, maar het is toch activistisch. Kom nou toch op. Wat is dit? Maar dit? Ruim 500.000 uitgeven voor een internet themakanaal selectie voor vluchtelingen. En welke die daar niet om gevraagd hebben. Welke vluchteling gaat daar naar kijken? Ik bedoel... Hebben ze al onderzoek gedaan onder de doelgroep? Derde generatie allochtonen kijken nog Schoteltv en niet NPO. En die spreken Nederlands en die zijn hier geboren. Dus kijk, wat verwachten ze nou dat ze dat... Dit is enorm paternaliserend ook. Hè? We weten, betuttelracisme. Dit is nou echt betuttelracisme. Mensen komen hier, we horen ze elke keer zeggen... ik wil snel aan de slag, ik wil de taal leren, ik wil een baan. We kunnen niet wachten. En dan zeggen, nee, maar blijf lekker in je hok. We hebben een eigen zender en met ondertiteling is leuk voor je. Ja, neem mensen serieus. Doe net alsof voor vluchtelingen. Ja. Maar jullie zijn verbaasd. In Politiek Den Haag waren ze ook verbaasd. Jeetje, Mina. De publieke omroep die maakt een aparte portal voor vluchtelingen. No shit. Nou, je neemt me in de maling. Dat is echt zo. En welke taal gebruiken ze daar dan voor? Nee, ze gaan dan ondertitelen en nasynchroniseren, zodat vluchtelingen de publieke omroep kan zien en begrijpt. Een publiek net. Totaal idioot. Laat mensen zo snel mogelijk de taal hier leren. Dat lijkt me juist heel goed dat ze de publieke omroep gebruiken. Als je daar veel naar kijkt, dan leer je de taal sneller. Maar niet als het in je eigen taal is, dan wordt het weer niks. Dan gaan ze goede tijden, slechte tijden, et cetera. Nou, dat is niet publiek om op, hè? Nee, dat is waar. Maar ik noem een willekeurig programma, Pauw Nieuws. Gaan ze dan... Staat niet meer.
gaat lekker dit. Het wordt eigenlijk nog komischer en ik maak echt geen grap. Het gaat heten Netvlucht. Ja, kom op, hè. Netvlucht. Ja. Die heb je zelf bedacht. Nee, het is echt zo. Netvlucht. Wij hebben hem overigens geregistreerd, hè, die link. Netvlucht.nl. Jullie waren ze net voor. Net voor. Net voor. En we hebben ze hem doorgelinkt naar KLM. Nog steeds verwonderd hier? Ja, we lachen erom, maar dit is echt pijnlijk. Ik vind het echt pijnlijk. Ik vind het niet oké. En ik vind het ook niet oké om mensen op deze manier weg te zetten. Om belastinggeld hier aan uit te geven. En op deze manier activisme. Paternaliserend. Ik kan de hele avond doorgaan. Maar het is niet het eerste. Hè? Want de publieke omroep zit op dit moment ook vuistdiep in die milieulobby. Wat nu in Parijs gaande is. Die zijn gewoon een verband aangegaan met die club. Hoe heet ze? Urgenda. Ja, maar dat is het probleem van de NPO sowieso. Dat iedere Nederlander betaalt daarmee. Er gaan miljoenen, honderden miljoenen in om. En ik denk dat, nou ja, ik zeg het even natte vingerwerk, maar 40-50% van de meebetalende Nederlanders voelt zich helemaal niet vertegenwoordigd door de NPO. Op basis van NPO-zendtijd zou je denken dat de PvdA 75 zetels heeft, als je kijkt naar aanwezigheid van politici in programma's. En dan is er wel ineens heel veel geld en moeite om zoiets op te tuigen. Terwijl er ook gewoon echt ontzettend veel mensen zijn die naar dit mooie programma kijken. Die nou, ook verder mee, hoor. Weinig op de NPO te zoeken hebben. En zich daar niet in herkennen. Nee, maar dat vind ik wel een heel serieus punt. Ja. Want iedereen betaalt eraan mee. En het is echt steeds meer voor een bepaalde denktrand geworden. En de NPO doet het vrijzinnig en de EO doet het christelijk. Maar het is allemaal één en dezelfde politiek correcte baantjesmolen, gastenmolen. Het is verschrikkelijk. Gaat het er komen ook echt, Dominique, denk je? Zijn alle omroepen het... Jazeker. Ja. Wij moeten dan toch ook stemmen? Nee, want wij zijn tegen. Ja, wij doen niet mee. Omroep WNL doet overigens ook niet mee. De rest doet wel mee. Waarom doen wij niet mee? Omdat het simpele feit dat wij ons niet geroepen voelen hieraan deel te nemen. En twee, wij willen blijven berichten over de vluchtelingen, ook als dat negatief is. En ik denk dat als je zo vuistdiep in een portal, een online platform voor nieuwkomers, voor nu en straks en waar ze dan ook vandaan komen, wegwijs te maken in onze samenleving. Maar wij zijn dan tegen de vluchtelingen. Ja. Die omarmen het. Oh, kijk maar even mee. We love the NPO. We love the NPO. We love the NPO. We love NPO. We love the NPO. Netvlucht, olé, 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 olé. Netvlucht, olé, 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 olé.